Richard Beene runt een kalverhouderij met 1600 dieren. Steeds meer werk gebeurt via de computer. Een goede internetverbinding is noodzakelijk, maar die verbinding is op dit moment... 3 keer niks, nee. Maar je kunt wel zien, dat gaat allemaal nog niet zo heel erg snel. Selecteren. En dan moeten we weer wachten. Maar je kunt wel zien, nu wachten we al 10, 15 seconden en ik heb nog niks. Het is gewoon het inzien van de gegevens. De boerderij van de familie Beene is een van de ongeveer 500 adressen in Overijssel waar geen snel internet beschikbaar is. Omdat de plek te afgelegen ligt en het uitrollen van bijvoorbeeld glasvezel veel te duur wordt. Voor het bedrijf betekent dat nog wel behoorlijk veel. Want in landbouw gaat de digitalisering gaat ook steeds verder. Het voeren wordt digitaal aangestuurd, de ventilatie wordt digitaal aangestuurd, de zonnepanelen kan je digitaal uitlezen. En alles komt maar bij op dat internet. Ja, volgens mij is op een gegeven moment de lijn gewoon vol. En dat kun je zoals nu ook zien. Dit is gewoon bijna niet meer te doen. Af en toe was je er ook helemaal gek van. Nou, hier is de oplossing. Dat is het kastje waar de pilot vanaf november vorig jaar mee begonnen is. Waar we zeg maar snelle internet, tv en mee kunnen bellen met het kastje. Een paar kilometer verderop woont Freddy Reinders. Onder regie van de provincie werd samen met het bedrijf Connected een proef gestart met een straalverbinding. Een soort radioverbinding. Nou ja, het is nog niet afgewerkt. Daar moet allemaal nog, moet nog een kabel in de grond. En nou ja, dan gaat hij hier zeg maar, naar binnen toe, de woning binnen. En hier ligt dan de proefopstelling. En dit is de kabel, netwerkkabel zeg maar, die echt naar binnen toe gaat, naar de router. Het werkt prima. Vooral tv was nog een beetje een verhaal, omdat het nieuw is. Ze wisten niet goed het partij zeg maar, of dat ook ging lukken. En we hebben die proef vanaf november gedaan en het gaat prima. We hebben weinig problemen met tv gehad. Nu de proef bij de familie Reinders is geslaagd, kunnen ook zo'n 15 andere adressen in de buurt worden aangesloten. Zoals de kalverhouderij van Richard Beene. Daarvoor moest nog wel een mast worden gebouwd, maar ook die staat inmiddels. Het is een radiosignaal, hè. Dit is 5 gigahertz. Betekent ook dat we zichtverbindingen moeten hebben. Dus een boom vol in het blad heeft geen nut. En vandaar dat deze mast ook, om de Vilsterborg te bereiken en de mine, is die mast ook 30 meter hoog. De hoogste antennes zitten op 30, 31 meter. En dat is pure noodzaak. Belangrijk bij dit project is dat het ook een betaalbare oplossing is. Nog steeds wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van €750. Maar dat hebben de meeste bewoners in Holthemen er wel voor over. Ja, dit is in principe een oplossing voor de hele buurt, ja. Er zal misschien nog enkele aanpassingen zeg maar, van bepaalde woningen die toch iets veel bebossing om het huis heen hebben. Zo misschien iets een langere mast, maar in principe is dit een oplossing voor de hele buurt. Ja, en betaalbaar. En betaalbaar. Er zijn nog meer witte vlekken in Overijssel. Waar die precies liggen krijgen we niet te weten, want dat zijn bedrijfsgeheimen vanwege commerciële belangen. Maar het vermoeden is in elk geval in de gemeente Hof van Twente en Noordoost-Twente. Is de methode Holthemen mogelijk ook een oplossing voor andere Overijsselaars die verstoken zijn van snel internet? Ik zeg voor 70%, 80% moet dat zeker kunnen. Er zijn altijd uitsluitingen. Ja, als een huis is wat volledig bebost is, ja, is het toch bijna wel kansloos. Maar er zijn mogelijkheden en die gaan we onderzoeken. Richard Beene zit ondertussen nog steeds zijn administratie bij te werken. Had al lang af kunnen zijn met een snelle internetverbinding. Ik hoop dat het met een nieuwe verbinding, met een straalverbinding, dat het secondenwerk wordt om dit te laden. Of nog minder. Nog een paar weken, Richard, dan is die verbinding er. Dus nog even geduld.